In deze aflevering van Tielse Bedrijven gaan we op bezoek bij EB Personeelsdiensten. Vanuit het nieuwe kantoorpand op industrieterrein Kelle worden dagelijks honderden productiekrachten, orderpickers en vakkrachten aangestuurd die door het hele land aan de slag gaan in tal van sectoren. Welkom bij EB Personeelsdiensten. Ik ben Eelco Becker, directeur-eigenaar van dit Tielse bedrijf. Vandaag geven wij u een kijkje in de keuken van deze organisatie. Vanwege het innovatieve beleid en eerlijke en transparante aanpak vervult EB Personeelsdiensten een voortrekkersrol in de uitzendsector van Nederland. EB Personeelsdiensten is opgericht in 2009, maar de activiteiten zijn reeds eerder gestart, zij het onder een andere naam. Vanaf 2009 is het bedrijf dus bekend onder deze naam en ik kan wel zeggen dat we in heel Nederland behoorlijk succesvol zijn. EB Personeelsdiensten staat voor eerlijk en beter. Dat vinden wij niet alleen, dat vinden ook onze klanten. Momenteel werken er zo'n beetje zo'n 140, 150 medewerkers bij ons. En dat gaat eigenlijk van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Bijvoorbeeld, we beginnen 's ochtends om 4 uur en 's nachts om 1, 2 uur gaat de laatste naar huis. Na 10 jaar, als je dan nog niet weet wat je van elkaar mag verlangen en waar je in de toekomst wil gaan liggen, dan moet je dat niet doen. Onlangs hebben we nog gezegd van oké, we gaan echt een beetje uitbreiden. We gaan er een partner van maken, zodat we meer ins en outs duidelijk gaan maken na EB. Zodat we de verlangen naar elkaar wat makkelijker uit kunnen spreken en meer op elkaars markt kunnen inspelen. Wij huren per dag ongeveer 300 medewerkers in voor onze productie. Daarvoor heb je een betrouwbare partner nodig. En EB heeft al jarenlang bewezen dat ze dat aankunnen. Zij doen dat door actief bij ons aanwezig te zijn. We hebben een inpandig kantoor waar we continu naar binnen kunnen lopen. We kunnen daar de vragen stellen. Zij organiseren alles voor ons. Zij regelen de mensen, ze regelen de vakanties, ze regelen de kleding, alles wat nodig is. Ze ontzorgen eigenlijk compleet onze productie. EB is 100% eerlijk en beter. Ja, ze staan voor wat ze doen. De manier van werken is bij EB gestructureerd en van hoog niveau. EB Personeelsdiensten is een uniek bedrijf. En dat komt door de manier waarop dat wij werken. Werken met onze medewerkers en werken met onze klanten. Dat doen wij op een manier die staat voor eerlijk en beter. Ook doen wij alle belangrijke zaken in eigen beheer. Dat betekent dat wij alles zelf onder controle hebben, maar ook alles op de juiste manier kunnen doen. Dat geeft een heel veilig gevoel voor de medewerkers en onze relaties. EB gelooft in een eerlijk salaris en fatsoenlijke leef- en werkomstandigheden voor hun werknemers. Deze aanpak betaalt zich qua arbeidsproductiviteit en loyaliteit dubbel en dwars uit. Hallo, ik ben Leontine Clemens. Ik ben hoofd financiële administratie bij EB Personeelsdiensten. Samen met mijn twee collega's voeren wij de administratieve werkzaamheden hieruit. EB Personeelsdiensten is een uniek bedrijf. Wij zijn uniek omdat wij onze volledige loonadministratie en boekhouding in eigen beheer hebben voor onze 500 uitzendkrachten die wij buiten hebben. Wij zorgen dat we helemaal op de hoogte zijn van de wetgeving in Nederland in verband met onze uitzendkrachten. Om de diverse processen goed te laten verlopen zet EB ook begeleiders in op de locatie zelf. Ik ben senior coördinator bij EB Personeelsdiensten. Ik zorg voor de operationele planning binnen de organisatie. Bovendien zit ik in Dronten, waar begeleid ik 300 Poolse arbeidskrachten. Bovendien zijn wij bezig in Duitsland. EB Personeelsdiensten zien daar groeikansen. En wij kunnen voldoen aan de strenge eisen die Duitsland stelt. Een kwestie van tijd dus dat EB Personeelsdiensten een naam opbouwt in de markt van onze oosterburen. Onlangs werd op feestelijke wijze het nieuwe kantoorpand geopend van EB Personeelsdiensten. Zo'n 100 relaties waren aanwezig om dit heugdelijke feit te vieren. Van harte welkom bij de opening van ons nieuwe kantoorpand. Het kantoorpand van Stichting EB Rally Team, EB Personeelsdiensten, Firma Flex Personeelsdiensten en EB Werkt. Er zijn er een heleboel. Maar al die bedrijven die zijn in dit pand aanwezig. En die voeren hier ook hun werkzaamheden uit. Directeur-eigenaar Eelco Becker vroeg aan zijn vrouw Beate de openingshandeling te verrichten. Een nieuwe mijlpaal voor dit Tielse bedrijf. Ik wil jou vragen om op de knop te drukken en het pand officieel te openen. EB is meer dan een uitzendbureau alleen.
Neem eens een kijkje op www.eb-personeelsdiensten.nl wat men allemaal doet. EB Personeelsdiensten, een parel van een bedrijf uit ons mooie Tiel.